Alright guys, this is Sonic67 and welcome back to Pokémon Blaze Black Randomized Nuzlocke! Oh yeah. It's tijd voor city tijd. City explore tijd. Oh yeah. Eens kijken. Het is natuurlijk nog winter, dus het zal allemaal nog bevroren zijn. Geen Pokémon kunnen catchen. Fucking hell. Alright, or. Horse that I adore. Ah, this is where you should laugh. Anyway, I will pay you for rare ores. And not just ores, stones, gems, shards, anything, mineral. I love it all. Don't you have an adorable ore that shakes my core? Adorable ore. You can have this, yes. Oh, I do adore the ores. That ghost gem, it's shaking me. Will you sell it for 200 Poké dollars? Sure. Yeah, but the deal's done. I've scored an ore I can adore. Good on you. Everybody has a different reason for their trips, and the same can be said for gift giving. I'll give you this to commemorate this encounter with you. So, ooh, break, that is me, iets hoor. The move Brick Break can remove the protective effects of Reflect and Light Screen. Teehee, are you surprised? I may not look like it, but this old lady used to be a battle girl. So, oh my god, Brick Break. Yes! Misschien kan Brothers dat wel. Brothers eindelijk een echte goede move. Ja, Brothers kan het! Oh mijn god, zo blij. Brothers, je gaat eigenlijk een goede move leren, eens kijken. Nou, dan gaan we retaliator weghalen, body slam is toch beter. Yeah. Kijk, daar gaan we. Alright, dat is goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Oh, heerlijk, weer dat liedje hier ook. Oh, the legendary Pokémon gave help to the hero who sought ideals. Because of that, a region was created. Then, when its physical form was lost, the Pokémon became the Dark Stone, waiting patiently for a new hero. I've heard that story since I was little. It's a story. It's not iets echt. Stop believing in it. When the wetlands freeze, it's slippery. I wonder how wetland Pokémon manage. Dat is echt zo irritant dit. En natuurlijk. Kan veel makkelijker. What did I tell you? Vorige keer zei ik je al dat er Reggie item lag. Correct. Twee zelfs als tuinbal. Die is niet zo heel nuttig. Alright. Oh, dan hebben we hier weer iets. Where is it? Ooh. Alright. Lijkt erop dat het in het water hier ergens zit. Ja, dat gaat niet helpen, hè. Oh, tuurlijk. Het zit ergens hier. Nou, dat ga ik dus niet kunnen vinden. Ook kan ik hier... Ik kan hier dus waarschijnlijk ook niet eens in. Tenzij ik surfer. Nee, inderdaad. Dat is bullshit. Heel mooi. Tiny Mushroom. We hebben niets aan. Oh, we hebben nog... Jezus, Reggie. Wat dacht je hier van deze plek? Nog een Tiny Mushroom. Wat? Nog één? Oh, hier is een Big Mushroom. Heerlijk. Fijn. Alright. There we go. Dus, hallo. Wat is dit voor huis? Holy shit, kids. Stop running. Oh, my dad used to have a cool job in a faraway region. But now he's a loser. Welcome. Hey, I have a lot of souvenirs that my sweetie's old coworker gave me. Don't mind giving you one.
Oké, ik heb opeens een Rage Candy Bar. En die dingen zijn slecht. I heard it. The Rage Candy Bar is the favorite of my sweetie's old co-worker. Oh, member of Team Rocket I was long time ago. Long time enough, long time gone. But Team Rocket bye-bye a go-go in my region went home. Make new Team Rocket, I did, so myself I pledged. But now I married M. Wow. Dit is gast niet zo goed in praten. Now, for Team Rocket, there's no time by me. But happy family is Big Ray. Die gast die kan niet zo goed praten. Treasure's out. Alright. Ik zou verwachten dat hier nog wat meer zou zijn. Oh. Oh, het zal waarschijnlijk weer dat ding daar zijn. Oh, wat? Wat zei je? Ah, nee, het is dat ding daar weer. Strijd. It's a windmill. No shit, it's a windmill. Die zegt helemaal niets. Dat is een shame. Ah. Ja, ik kan hier gewoon dus niet in dat huis. Tenzij, is er een achteropening? Nee, er is geen achteropening of zo. Wacht. Oh, hé, kijk ook. Oké, daar is hij. In die brood zit daar nog iets. Ah. Right, eens kijken. We kunnen net vanaf hier kunnen niet daar naartoe. Hier hebben we dan. Is ook nog een windmolen. Wat kunnen we met de windmolens? Gewoon niets. Oh, dat is een brug. Hier zou echt een brug zo moeten zitten. Ah, kut ding. Oh, dat frustreert me echt, dit ding. Oh, hé. Hey. Nee, zo zijn ze dat. Ah, you jerk. Oh. Oh, oh. Aan de kant. Van deze heb ik. Rare candy. Altijd fijn, rare candies. Zo zo hier in. Max potion, ook fijner. Nou ja, alright. Wat hebben jullie te zeggen? Mix it up, day and night. Cause today, everything is alright. Yeah. Spin apart, mix it for. Oh, nee, wat doe ik? Spin, spin, turn and spin. Dance, dance to dragons. Hey, kan het door. Alright, wat hebben ze hier te zeggen? Welcome to the Pokémon fanclub. Waarom is dat hier in zo'n ziedig huis? Shall I check how friendly your Pokémon is towards you? Ja, laten we eens kijken. Brothers. Oh my, your milk tank. It is super friendly to you. I'm a bit jealous. Oh yeah. Super friendly. Is iedereen met mij, Sato. Quite friendly. Dat valt me toch wel tegen, Sato. Super friendly. Ja, dat is omdat hij zoveel had. Oh, quite friendly. Dat valt me best wel tegen. Oh quite. En jij? Ik heb me niet eens. Holy shit. Oh yeah, keep la Luca. I am the chairman who loves Pokemon. The most among Pokefans in the entire world. If you were a trainer, will you show me how you are raising your Pokemon with love and care? Yes. Oh, which Pokemon will you show me? Predator, natuurlijk. Oh, this Meltank was level 13 when you met, but now it's level 53. Kijk maar. Dit is historisch gezien wat een ace maakt. You phrased it well, you must be affectionate. Oh, nog een XP share bij. Alright.
That is a token of gratitude for showing me your great love for your Pokémon. Chest is empty. This is a sign. Balance of everything Pokémon. Now, everything Pokémon, the Pokémon Bank Club. There's a gym. Always the tower looms disdainful of the winds and the snow. Perhaps its presence has special meaning for people. Oh, guess it does. Oh, sorry. Ik wilde niet jou aandoen. Wat gaat er gebeuren? Hi, this way, please. Exciting, thrilling, zippy, chilling, it's pub quiz. Today's challenge is this person. Welcome. Pep quiz starts now. Answer lots of quizzy questions and watch your brain get brainier. Let's start with a question. Oh, tuurlijk. Good luck! A question. What is the unevolved Pokemon that changes its form seasonally? Oh my, it's tremendously difficult. Can the challenge answer this? Hint! The others is asking for a hint. Okay, I'll give you a hint. Hint, it's not from space. Natuurlijk is het geen Deoxys-klon. Haha, this is a good hint. Challenger, please answer. What is the unevolved Pokemon that changes its form seasonally? Dealing. It's Dealing. Jezus. Dit zijn er zoveel. Dearling. Not that hard. Oh, that is correct. Oh, you go. Yeah, you do. Yeah, good hustle. Congratulations. Now this is a prize. It's an antidote. Oh, my fucking god. En dan ga je me een antidote geven voor dat... Exciting, thrilling, zippy, chilling, it's the pep quiz. See you tomorrow. Oh. Deze mensen geven je dus gewoon iets nutteloos dagelijks. Oh, do you like quiz shows? Oh, oké. Okay. Castle! I want to be on TV soon. Ga niet zo snel proberen. Maar jezus, wat was dit opeens? You intrude of bollocks. Ah ja, inderdaad. Oh, hier zijn we nog niet geweest. Wacht even, ik weet niet of... Is dit een man of een vrouw? Of is het een vrouw? Ja, is een vrouw. If we live a monotonous life, do we get used to it and stop thinking about changing it? Listen, I heard that Bryson was in the movies a long time ago. They say ideals intermingled with truth and the Dragon Spiral Tower was created. It has been there watching us for thousands of years. I don't know whether or not this is true. Keep wondering, old man. And you come to a conclusion. The legendary Pokemon Zekrom shared its wisdom with the hero and defied foes with fierce lightning. The hero and that Pokemon were as close as a parent and a child. People were filled with awe and looked up to them. And that is said to be the beginning of what became ancient Unova. Beautiful love story. Oh, ik ga me weer proberen aan te sturen. Ik ga even weer die route in. Oh ja, natuurlijk. Als je dat doet, dan gaat hij uit. Brother Staffing nog steeds goed. Today. Helemaal goed, zes aan. Nee, we gaan hier naartoe. Oh ja, natuurlijk. Het ligt hier ergens tussen een boom. Alright, dat is niet zo lastig om te vinden. Wat? Oké, dit snap ik. Nog meer ervan.
gaat dit? Nee, ah, het is zoiets. Natuurlijk is het zoiets weer, hè? Ja, maar het is zoiets. Oh, iets nieuws gevonden. Foei, joh. Uit, is goed. Oh, dat wil ik niet doen. Ik wil met deze vrouw praten. Ah, ik haat dit ijs. Oh mijn god. Kan ik het daar oplossen? Oh, nee. The splish plush sounds, those were your footsteps, weren't they? So cute! Mevrouw, nu staat er ijs. Dit, ja. Oh, wel een goed passende Pokémon. Mooi Jinx. Holy shit, hij is 58. Brick break tijd. Oh, dat is voor brick break. Wel blij dat ik hem gelijk heb. Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk, het is psychic type. Daarom is het niet zo gek. Ah, ik get wrecked. Brothers. Je hebt level advantage over Brothers, maar Brothers wrecked je nog gewoon helemaal de tyfus in. That's what an ace is supposed to do. Lastly. It's dark. Crest dark type. Dus ja. Oh hey! Dark, tuurlijk. Hallo Nuzlocke. Zal je maar niet een super goede move kent? Is dit je einde? Mooi. That's how we like it. Heel goed van mij, you're getting there. You are so strong, too strong to be cute. Nou, jij bent ook niet zo'n goede Pokémon trainer. Oh hey, er zijn nog veel meer personages. Wat is dit? Trinitus. Selected, ja hoor. Change selected, change location. Items in the back, boink. Hello? My parasol is full of TMs. Would you like one? Yes. Dat is niet zo interessant. Volgens mij, ik weet niet zo goed meer wat facade doet. Facade! When the user's poison paralyzed or burnt. It's a attack power that doubles. Ja, dat is niet heel erg interessant. No. Ik zou liever switchen of het weg willen halen en dan in plaats van dat maar blijven attacken. Het is toch wel 140. Dat is wel goed. 140 step op Brothers. Dat is toch wel wat hoor. That will be quite something. Okay, hello. If you turn a parasol around, it's like a flower blossom in the rain. Dat vind ik niet echt. Ah, een swanna. Dat is easy work. Sir Brothers, or Miss Brothers, Brave Birds, oh. Dat is wat minder fijn. Alright, hij is duidelijk sneller. Dus ja. Wie anders een S-spannenbron om dit op te knappen? S-spannenbron, dan komt hij vandaag zijn eerste buurt heeft gepakt. Holy shit, dat doet nog veel. Ah, natuurlijk. Blijf maar net zo. Oh mijn god, dat doet hier nog acrobatics. Nou, eerlijk. We moeten wel met naar zaterdag gaan switchen. Kick it live, ah, dat is ook goed. Want dat is volgens mij een poison type. Oh, dat is dat. Ik dacht dat het van gelijker was, maar nog steeds is goed. Zo'n rock type in ieder geval. Dat is de tweede evaluatie van Rock'n'Rolla. Sturdy. Wat? Wie is Sturdy? Oh mijn god, Satan, wat deed je daar? Nou, heerlijk. Sandstorm, hoe lang? I don't know.
Oh, every day. Perfected the sandstorm gods. Sato's like, I don't give a shit. Boy. Ah, come on! Alright. Now let's get back. Let's be gaan healen. Ai. Dit gaat me echt crazy maken als ik dit zo steeds moet zien. Oh nee, ook deze. Ook deze is zo gemeen. Dat je daar niet bij kan. Oké. Okay. Inderdaad, het is vandaag een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar nog steeds. Waarom is het winter daar? I don't get it! Er zit 0% aan logic achter dat het winter is in de game op dit moment. Nee, ik zie het gewoon niet. Zo. Uit. Nou, kom op. Eens kijken. De bof moet eigenlijk niet bouwen, ook nog wat te gaan. Hey. Kijk dat eens. Nog een gestel op. Hier. Maar daar kunnen we dus gewoon helemaal niet naartoe. Dat is ook jammer. Nou, oké. Okay. Waarom was het dan uiteindelijk eigenlijk zo? Ik snap, I don't get it. Nou, kom op. Oh nee, nu zitten we hier weer vast. Ik ben zo slecht met dit. Alright, we gaan met de fisherman vechten. Ik weet wel wat hij gaat doen. Zo, oké. Okay. Oh, real fishermen are impatient. Oh. So we must battle to... Blah, blah, blah. Ray Dilly. Ik ga niet zeggen wat ik ooit eens een keertje heb gehoord over Ray Dilly. Want dan ga je dat zelf ook detailed zien. En dat zou een slechte experience zijn. Oh, want dit is niet goed voor mij. Oh, Ancient Power, wat pijn. Oh, en je krijgt natuurlijk alle buffs. Tuurlijk. Verder zondag geef ik me kort met te maken met hem. Energy Pool? Wat is dit? Die heb je wel, brothers. Jezus. Dat ga je nog eventjes zien proberen mijn heest te killen. Natuurlijk lukt het niet, maar nog steeds. Hitman Top. Ja, daar willen we jou inderdaad niet in hebben. Dat is de job van Sato. Hitman Top. Psychic en je bent dood. Oké, je gaat jezelf eerst protecten. Goed. Dan weet je in ieder geval dat het nog een keer gaat komen. Quick guard, spaalde. En dan ben je dood. Lekker Sato. Electrike. Nee, ik wil echt missen. Ga ik daar niet meer in proberen te zetten. Ook cool kan dat wel. Ik ga even bulldozen. Oh, ik was helemaal vergeten dat die Electrike was. Die is niet eens zo sterk. Oh, wat ga je discharge doen? Dat is mijn move. Ah, fuck. Toch weer ook cool te deliveren. Hoppakee. Gewoon no fuck skippen. Kijk van mij. 40. Leader Queen. Daar gaan we dan weer onze Sato op sturen. Dat is een Poison Ground type. En ja, dat is het dan. Earth Power nog even.
er niet echt aan dat het zoveel. Alright, fair point. Je hebt nog best wel damage gedaan. En met die special defense debuff. Zou het nog één geweest zijn als Satan niet zo bezig was geweest. Maar dat is hij. Dus get over it. I lost, it's the end! No! Oké, to be honest, weet ik niet echt wat hier dan gaat komen. So, let's get back. Brothers are special birds. En dat vind ik. Ach, of leer dit te doen. Very good. Oh, kom op. Zo. Nou ja. Het is best wel jammer dat ik zo vaak naar Pokécenter moet. Nou ja, helaas, het is niet anders. Dus, gaan happily door. Shut the fuck up met die troll, met dat troll Reggie item. Oh, te snel weer. Ik had het nog niet eens op, dus hier gaan we boven. Oh, natuurlijk, doe ik nog even een kick op in. Oh ja, troll Reggie items all over the place. Good job. Good job, Reggie. Oh, hey! Do you hear Plasma? Apparently, some of us are working in the Dragon Spiral Tower, which is close to Icarus City. Apparently, we zeggen allebei hetzelfde, waarom zou je dat doen? Naar elkaar. Dus we kunnen zo. That's right! I find rocks and then I give them to people. That's my simple life. You rock. Here, I'll give you the icy rock I found tonight. Very good. That's a mooie. Yeah, yeah. If you like rocks, come back tomorrow. Roll in at a different time if possible. I'll be here. I promise. Yeah. I promise. Well, is it a pun? Kon de pun er niet uit maken. Even kijken. Nee. Dit is inderdaad, dit is gewoon onmogelijk als je geen surf hebt. Het is zo annoying. Je kan echt helemaal niets. Dan hier ga je gewoon uit en hier. Irriterend dit. Niet genoeg. Nou ja, wat dit dus is. Dit is al alles wat we hebben voor de gym. En daar ben ik niet echt tevreden over. Dat betekent dat we gaan trainen. Alright. En de nerd. Ik ga niet meer naar die dokter toe. Jezus, die was eng. En wanneer ik naar die nurse toe ga, dat gaat nu zo sloom dat levelen. Maar dan is nog de vraag, hebben we eigenlijk wel een andere optie? En als ik zo kijk naar hoeveel werk ik heb gedaan, denk ik niet. Extend situation of the move heel niet interessant. Ah, fijn. Ze geeft ons dus niets. Alright, to all of you, have a lucky egg, want dit gaat wel nodig zijn. Dit gaat super nodig zijn. Hoe vaak heeft hij die Razor Claw eigenlijk gebruikt? Oh, lucky egg for a lucky egg switch. Great job, me. Nee, ik ga niet aan iemand een heelbal geven. Wees niet
Is hij gek? Yes. Well, alright then. Alright. Tijd om Alicia eruit te halen om dat toch nog maar ons weer naar de nurse te brengen. Helaas is het zo, maar... Ja, er zit gewoon niet zo'n... niet echt een andere manier voor mij erop om daar te komen. Alright. Nee, niet de back. Naar de manners kijken. Let's go back. Wat is jammer. Dat ze deze plek er moet visiten. Tenminste sneeuwt het hier niet. Daar ben ik echt blij mee. Alright. En dan gaan we nu gewoon, gaan we nu gewoon 1 voor 1 inrammen op die nurse. Klinkt lekker. Lekker 1 voor 1 inrammen. En dan, tot level 16? 60 bedoel ik zelfs. Niet 16, 60. Nou, natuurlijk kun je dat een keer 8 XP aanzetten. En... Dit is toch wel zwaar. Niet helemaal goed doorheen te zitten. En nu ook met 6 Pokémon waarvan de tempo gewoon te hoog worden. Boom, lekker redders. Oh mijn god, zag hoe weinig dat deed. Dat is zo erg. Dat is zo erg. Daar ben jij. We gaan nu serieus gewoon op twee knoppen drukken. Ik hou knop ingedrukt om te rebattelen de hele tijd. Terwijl ik A druk. En dan doe B als hij als hij zegt dat ik wil switchen. Ja, dat moet echt gewoon een betere manier zijn. I know what? Misschien moeten we wat experimenten gaan doen. Blaze Black. Maar nog even iets veranderen dan. Want ja, dit het duurt gewoon te lang. Let's go. Keep it. Alright. Laten we kijken. Of dit het beter maakt. Zoals. Nee. Ik. Best uit. Ja. Let's go. Wat geluk ook was in de normale placeplek hadden deze nurses gewoon Pokémon weer lekker kunnen levelen. Nou ja, wat dus hier gewoon ben achtergekomen is eentje met een moeilijk
barrel. And this one don't look. Wat? Oh, good, sorry. Ik heb een. Ik heb juist extra erg gemaakt. Dit is niet goed. Wel, dan werkt het niet. Jammer. Well then, we'll do it the slow way. Oh my god. Oh, ik word hier ziek van. Waar ik zo aan zou zitten denken dan. Als die trainers al zulke hoge levels hebben, Jim is meestal nog een stuk daarboven. Omdat je denkt van, what the fuck. Maar, met die drie mannen, met ook verders, het zaterdag ben ik er toch wel het algemeen op dit moment doorheen gekomen. En, om zo te zien dat zij niet echt genoeg hebben geleveld, dat vind ik toch een beetje raar. Wake-up slap is gek, wat zou dat zijn? Oké, zo'n fighting move in ieder geval 70. Wake-up start. Oh, maar deze 5 zijn. Nee. Eckert van de Boys, die is dan nog wel leuk om eventjes te houden voor. Ja, ik heb ook nog iets. Om, voor Wild Pokémon. Give me the levels. Dit is erg. Dit is zo erg. Nooit. Eens kijken. Misschien. Wat ik zou zeggen, ik denk dat ik nu heus wel het level advantage heb over die body Bibrio. Dus ja, is het worth checking out? Ik ga het gewoon doen, want het is best wel obvious dat dit niet zo'n zin heeft. Het enige wat er gaat gebeuren is dat ik mezelf helemaal gek laat worden. Niet zo. En dat is niet het desired result. No. Alright. Laten we naar jou toe vliegen. Dit is de stad waar Kampentek deed hoor. Waar hij alle harten stal met zijn fucking backflip. Die anderen gaan een beetje vaag zitten dansen. En een beetje rond zitten zweven. En dan komt fucking Kampentek. Die doet een motherfucking backflip. Spits right in. Ja, het is ook waarom ben ik opeens aan Comfortech dan herinnerd. Dat is dat dit de Pokémon is die Comfortech gedood heeft. Ja, dat betekent dus, als je niet oplet, dan kan een mooie Pokémon heel erg eng zijn. En het is best wel mogelijk om niet goed genoeg op te letten en daarmee jezelf te laten doden. Dus ja. Alright, let's go. Nou, deze gast is alleen maar Bibrio.
Brick Break. Mooi. Please laat het werken. Please laat het werken. Oké, dat is beter. Dat is te overzien. Dit vind ik niet erg als het zo eindigt. Hallo. Oh, dat was niet te doen. Burbriel is ook wel een klein Pokémon eigenlijk. Het is best wel tanky, omdat het natuurlijk een normal type is. Met een best wel grote body size. Die zijn ook gewoon best wel goed daarin. En dan heeft hij ook nog eens een keertje. Ik weet niet of dat 100% goed is, maar ik heb er een beetje water tap bij. Voor zijn effectiveness maakt het dat iets minder goed. Maar voor zijn defense maakt het iets minder goed. Dan krijgt hij natuurlijk weer meer touch bij waar hij weak tegen is. Oh. 57 raden gaat allemaal wel goed. Dan gaan we dus gewoon deze gast naar 60 trainen. En het is toch nog een beetje gelukt. Ja, ja. Ik ga even dit niet de hele avond doen. Kom op. Vergeet die elk op niet in te drukken. Ja, als ik denk gewoon, ik ga niet voor Brothers gaan maar 60 krijgen. En dan ga ik kijken of het van mij, nou in ieder geval een heel stuk van mij gekomen. En dan zien we wel hoe laat het alweer is, of er nog tijd is voor andere dingen. Nou, ligt het voor andere dingen, of ik het op een andere dag ga doen. Sowieso, dit gaat eindigen in gewoon een grind session. Iets waar ik niet zo heel tevreden mee ben. Nou ja, het is nou helemaal zo. En ik speed Pokémon is altijd iets waar ik niet helemaal tevreden over ben. Kijken, we hebben dus al die dokters. De nurse, we hebben Pinwood Forest, maar daar zijn we al te hoog level voor. Dan hebben we deze dokter hier, Desert Resorts. Dan hebben we Dokter Cave, Chargestone Cave. De nurse in de tower. En dan nog die andere.
on the doctor in the Twist Mountains, maar daar ga ik nooit naartoe. Dus ik wil niet bullshit crit worden door een Memoswine met 100 power earthquake met stab. Dus, als hij je daarmee crit, dan crit hij je met ik weet eigenlijk niet hoeveel crit is. Maar dat is volgens mij is dat wel zeker 200%. Als ik hit die, moet je dus hit met 300 power earthquake. Dus dan is super effective geweest. Dan, ja, dan ben je gewoon dood. Dus dat gaan we niet doen. Kom, waarom is dit nou zo? Oké, ook is het laatste. Predators. Nope. Dit was niet de laatste voor Predators. Nou ja, we gaan weer. Predders, je weet, je hebt dit spelletje al wel eens vaker gespeeld, je weet hoe je dit moet killen. Goed gedaan. Alright. Lekker Predders, dat is level 60. Voor jou. Jij bent de eerste die klaar is. Nu. Van mij je eerste battle experience. En zeggen de dokter met een moody beat. Well, that's gonna go wrong. Sorry, maar geen flying move heeft. Dat zou echt bullshit zijn als je flying move heeft. Aerial Ace. Oh, wat moet ik Aerial Ace, man? Muscle memory was dat. Ik had een flying move en dan. Oh, best wel radiaal. Ja, het gaat omhoog. Special attack. Oké, dat is goed. En een vest gaan we maken. Dus dat is wel helemaal mooi. Dat was zo'n muscle memory van Brothers, dat ik elke keer naar rechts sta gelijk. Oh, Max wil zit. Oh, dat is fijn. Als van mij een Pokémon dood is, dood hij daar dan nog eentje. Dat kan fijn werken. Dat kan heel fijn werken. Alleen een beetje jammer dat je die ability hebt. Moeten we elke keer lang wachten voordat we verder kunnen reverse. Wat is dat? Party move. An all-out attack that becomes more powerful the less HP the user has. Dat vind ik niet fijn. Ik heal als ik low on health ben, dan ga ik healen. Eat it. Alright.
Hij is nog maar 43. Dit, ja, dit gaat echt inderdaad eentje sturen voordat ze. Dat ze eigenlijk een stukje verder gekomen. Nou ja, dat is snel. En wat je krijgt als je team nog niet helemaal zo goed is. Dus ja, wat hier gaat gebeuren is dat ik ga van mei tot 50 trainen. Als ik 50 is, dan moet ik stoppen. En ga ik de volgende keer verder met de rest van het team tot 60 trainen. Dead feel when needing to check Pokemon. Ja, het is altijd leuk geweest, maar dit is een van de, zoals ik al vaak heb gezegd, dit is een van de dingen die ik toch denk van, ja, dit is toch een van de dingen die ik gewoon niet fijn vind. Dat het ook zo lang duurt om op level te komen. Dat ze hier gewoon met times 18 times 8 XP en dan ook nog eens door de Lucky Egg times 2. Dus 16 keer zoveel als normaal XP krijgt en het nog steeds super lang duurt. Ja, dus dat is gewoon echt gewoon niet fijn. Natuurlijk is dat zo van, zodat je niet kan overlevelen, maar ik heb meestal juist het gevoel dat Aan encounters die zijn gewoon te zwak. Je kan daar echt niet op levelen voor de gym bijvoorbeeld. En natuurlijk ook okay, hier is ook een beetje van, het is wel een Nuzlocke run. Dus ben je toch wel iets meer voorzichtig met je Pokémon. En ga je dit voor wat lagere trainers te levelen. Zodat ze niet alweer uit een vraaghoekje komen of met een of andere bullshit crits. Waarvan je het helemaal niet verwacht van, oh hij had, oh, wat is dit? Het is een electric type of een crash bijvoorbeeld. Nou ja. Feints. We doen ook weer 30 attack. That hits a target you protect or detect. Tells you this the effect of the moves. Nee, that's ours. Echt waar, ja. Dit is echt super slechte move. Je houdt gewoon een slat in beslag die gewoon veel beter iets kan doen, waar je beter een turn voor kan wachten. Alright. Deze keer gaat hij aan loods. Come on.
What? Alright. Now, there's a doctor. Heeft iets heel belangrijks gedaan deze episode. En dat gaat hij. Helaas om dat te zeggen, maar dat gaat hij ook volgende keer doen. Want we moeten toch wel echt goed voorbereid zijn op de volgende gym. Ik wil niet dat we onnodige risico's gaan nemen. En meer Pokémon verliezen, want bij de vorige was ik eigenlijk nog net niet goed voorbereid. Natuurlijk, het was een fucking triple battle. Maar het is geen excuus om stomme fouten te maken. En ik kan ze niet optimaliseren. Dus ja, ik hoop dat ik dat nu wel kan doen. Het zal waarschijnlijk nog steeds 60 is nog niet helemaal goed. Maar ik ga ook nog iets op de gym zelf natuurlijk levelen. Maar dat is dan voor nu. Volgende keer. Hopelijk binnen een uur heb ik alles geleveld. En dan zien we daarna wel weer verder. Dus ja. This is Nuzlocke67, and I will see you next time!